Ja, u bent weer terug in de oude hal van het Vlaardingse stadhuis. En naast mij staat, zoals u ziet, de burgemeester van Vlaardingen, de heer Tjerk Bruinsma. Meneer Bruinsma, die hele toestand met dat nieuwe college, dat heeft al erg lang geduurd, hè? Ja, ik denk dat het de nodige hoofdberekens heeft gekost om tot deze uitslag en deze lijst met wethouders te komen. Dus het heeft even wat moeite gekost. Bent u als burgemeester daar nou ook nog bij betrokken? Nou, zijdelings. De wet kent de burgemeester eigenlijk geen formele positie toe. Maar het is zo dat je toch wel op een paar momenten in dat proces geacht wordt iets te vinden van het voorgestelde coalitieakkoord en ook de portefeuilleverdeling. Dus dat is gebeurd. Ik geloof dat ik één keer formeel bij de onderhandelaars ben geweest. Daar heb ik iets gezegd over het voorliggende programma en iets over de portefeuilleverdeling. En daarna heb ik nog een keer een afrondend gesprek gehad met de informateur Leo ten Haven. En ja, dat was het. Dus u wordt eigenlijk niet betrokken bij de onderhandelingen verder? Nee, kijk, op het moment dat je natuurlijk een echt gekozen burgemeester zou hebben in Nederland, dan is het ook echt jouw team. Maar u bent toch gekozen? Ja, maar dat was natuurlijk vroeger onder een referendum en dat is weer allemaal afgeschaft. Dat hebben we dus niet, dat systeem. Maar het is zo dat als je nou echt een gekozen burgemeester zou hebben, dan heb je natuurlijk het over jouw team. En dan formeer je dat team ook, omdat op het moment dat je het niet goed doet, na 4 jaar, dan kan je ook allemaal weg. De burgemeester natuurlijk ook. Nou, dat is niet ons systeem. En de wetgever heeft eigenlijk ook nog eens in circulaires gezegd, het is wel de bedoeling dat je de burgemeester op enig moment betrekt bij de onderhandelingen en hem of haar ook hoort over datgene wat voor ligt. En dat is gebeurd. Ja, want u heeft wel een portefeuille. Ja, ik heb eigenlijk mijn portefeuille gehouden, zou je kunnen zeggen. Daar ben ik wel blij om, want daar zit bijvoorbeeld stadspromotie in. Daar zit de stedenband in. Daar zit de in- en externe communicatie. En natuurlijk integrale veiligheid. Dus dat zijn wel belangrijke onderdelen toch voor de stad Vlaardingen. En dat hoort bij het ambt van burgemeester? Nee. De burgemeester heeft eigenlijk maar één wettelijke portefeuille. Dat is de veiligheid en dat is dan zowel de politie als de brandweer. En voor de rest niks. Nee. Dus vanavond horen we wat u de komende 4 jaar als burgemeester met een portefeuille gaat doen. Ja, nou, het is dus hetzelfde als de afgelopen 4 jaar. Dus het is onder andere integratie, het is in- en externe communicatie, het is de stedenband, het is de stadspromotie, het is het archief en het is burgerzaken. Dus het zijn toch nog een heleboel dingen. Het is inderdaad wel een hele lijst wat u daar zo opnoemt, hè? Ja. Iets anders met de samenstelling van het college. Daar heeft u dan ook geen invloed op. Kunt u nou nog kiezen van ik wil die als wethouder of die als wethouder? Nee, u moet het echt zo zien dat dit een zuiver politiek proces is. En de burgemeester is geen politieke bestuurder. De burgemeester is onafhankelijk benoemd door Hare Majesteit, zoals u weet. En die staat dus boven de partijen. Dus die draagt geen politieke verantwoordelijkheid voor zo'n collegeprogramma. Dus ik ben daar eigenlijk niet op aan te spreken. Hebben dus in die zin ook formeel niet mee te maken. En moet wel zorgen als burgemeester en voorzitter van het team van die wethouders en ook voorzitter van de raad natuurlijk, maar vooral van dat team van die dagelijks bestuursleden, dus die wethouders, dat het ook echt een team weer wordt. Dus daar ga ik mijn best voor doen de komende maanden, weken. Ik wens u daar veel succes mee. Ik heb nog wel een andere vraag nu. Volgens de kranten heeft u besloten om de proef met de sluiting van de horeca te stoppen. Kunt u daar iets meer van vertellen? Ik denk dat veel kijkers daar wel in geïnteresseerd zijn. Nou, heel kort ging het om het volgende. Wij hadden het idee, de politie en de veiligheidsmensen, dat als je alles tegelijkertijd dicht doet in de stad, en dat is zo rond 1 uur of 2, dan komen er heel veel mensen tegelijk op straat en dat geeft vaak gedoe. Dan komen mensen elkaar tegen. Dus wij zeiden, als je nou die sluitingstijden opheft, dat was ons idee, dan gaat dat geleidelijker uit. De mensen komen geleidelijker op straat en dat zou een veiliger beeld kunnen geven. Dat was ons idee. Nou, dat is voor een deel uitgekomen, maar voor een deel ook niet. Want het probleem is dat eigenlijk de drukte in de binnenstad voor een langer deel over de nacht gespreid blijft. Ja, dat is eigenlijk niet de bedoeling natuurlijk, want de proef was toch echt bedoeld om het een rustiger straatbeeld te laten zijn. Dus ik heb in goed overleg met de dag- en de nachtzaken gezegd,
heel vaak bij elkaar geweest. We stoppen ermee, we gaan weer terug naar het oude regime. Dat is dan toch beter, toch te prefereren boven dat nieuwe systeem zonder sluitingstijden. Dat betekent dat iedereen tot 2 uur door de week open is. In het weekend de dagzaken een afkoelhalf uurtje hebben. De nachtzaken tot 5 uur open mogen. En in de weekenden tot 5:30 open mogen. Nou, daar komt het op niet. En de eetzaken, dat is wel belangrijk, die mogen echt tot 4 uur open. Dat is een uur langer dan het was. Ja, ja. Dus die hebben echt, die stellen dat zeer op prijs. Dus er zit ook wat voor in het land. Meneer Bruinsmaak, dank u wel. Ik wens u sterkte vanavond. Ik ga mijn best doen. We krijgen als het goed is een nieuw college. Dank u wel. Meneer Van Leeuwen. En ik ga even verder praten met Ewa Jang van Trots op Nederland. En dag Ewa. Goedenavond. Ewa, ik heb gehoord en gelezen dat jij een motie gaat indienen vanavond. Zou je daar wat van kunnen vertellen? Daar kan ik wat van vertellen, Jan. Wij vinden als Trots vinden we transparantie heel belangrijk. En we vinden ook integriteit heel belangrijk. Het hele proces rondom het vorming van een college vinden we niet transparant geweest. En rondom de integriteit hebben we ook nog wel wat vragen. Nou heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een schrijven uitgedaan waarin de mogelijkheid geboden wordt om een soort integriteitsonderzoek te laten doen door externen. En met name is dat van belang voor onze toekomstige wethouders, denk ik. Want daar gaan nog wel eens wat geruchten omheen. En dan denk ik dat het goed is dat zo'n integriteitsonderzoek zal komen. Dat betekent dat als zij dus goed verklaard worden, zeg maar, dan zijn ze ook in één keer van al het gezeur af. Ja, is het niet zo, dan zullen ze daar wellicht een consequentie uit moeten trekken. Maar er zijn toch altijd geloofsbrieven voordat iemand benoemd wordt? Ja, er zijn geloofsbrieven, maar die zijn voor de raad. Dat is voor een wethouder is dat iets anders. Maar hoe is dat gekomen dat dat nu ineens zo moet gebeuren? Nou, nogmaals, wij kregen dat schrijven van Binnenlandse Zaken en we vonden dat hier wel van toepassing. Kijk, er zijn natuurlijk toch wat mensen die, laat ik het licht zeggen, wat omstreden zijn. Omdat die in het verleden hebben moeten aftreden voor de problemen. Een ander heeft misschien ook wel eens wat op zijn kerfstok gehad. Wat niet helemaal door de beugel komt. En wat dat betreft willen wij zo'n integriteitsonderzoek vragen. We gaan daarmee overigens niet de benoeming van de wethouders nu tegenhouden. Wij gaan voorstellen om het onderzoek te laten uitvoeren. De wethouders wel te benoemen. Maar achteraf wel te rapporteren over de uitkomsten van het onderzoek aan de raad. En dan kunnen we kijken wat de uitkomsten zijn. En denkt u dat u daar veel aandacht voor krijgt? Ik weet het niet. Ik hoop het. Ik heb geen idee. Ik ga het in ieder geval proberen. Oké, meneer Ewa, dankjewel. Graag gedaan. En wij zijn nu zover, dacht ik, dat de vergadering op het punt staat te beginnen. Ja. U weet het, we zijn nu in een schorsing terechtgekomen. En ik heb de heer Ten Haven gevraagd om hier iets te komen toelichten. Maar we hebben eerst hier Peter Collier van D66, want die heeft een alternatief voor het hele plan. Zo is het toch, Peter? Ja, dat is ons eigen verkiezingsprogramma, vanzelfsprekend. Daar hebben we goed over nagedacht. Ja, dat klinkt natuurlijk wel heel erg mooi. Maar je hebt ook gezegd, het collegeplan heeft geen visie. En dat hebben jullie allemaal beter, hè? Nou, wat je zou verwachten, als je zeg maar als coalitie bij elkaar komt, gaat natuurlijk om vertrouwen. Dus ik snap dat ze daar hard aan gewerkt hebben. Maar dat je wel een analyse hebt van de situatie zoals die op het ogenblik in Vlaardingen is. En de uitdagingen waarmee geconfronteerd worden. Nou, die beschrijving daarvan, die is er niet. En vervolgens zou je zeggen, nou, dat is een mooie kapstok om in ieder geval een aantal principebesluiten aan op te hangen. Dat doen ze ten dele, maar dan heel erg vaag. En eigenlijk laten ze het nu zeg maar tot aan zeg maar in het najaar, hè, bij de presentatie van de meerjarenbegroting, laten ze het een beetje hangen. En dat is niet nodig. Je kan veel sneller concreet worden over een aantal zaken die je zou willen bereiken. Nou, dat punt heb ik willen maken. Nou, dus dat betekent dat jullie in het najaar komen met een alternatieve begroting? Ik denk dat die kans vrij groot is, maar dan gaat het niet om een alternatieve begroting, want over de bedragen zijn we het denk ik snel eens. Maar ik denk wel dat er fundamentele verschillen gaan ontstaan over de manier waarop we dat zouden willen invullen. Ja. En jullie hebben ook commentaar op de portefeuilleverdeling. Dat klopt. Ik heb me beperkt tot het feit dat we nu dan, zeg maar, zoveel wethouders hebben. Dat ik denk van heel veel van het geld moet uit de Vlaardingse organisatie zelf komen. Maak daar dan 1 wethouder integraal verantwoordelijk voor. Langs de lijnen van die kerntakendiscussie, het stadhuis, personeel en organisatie, kwaliteit van dienstverlening. Dan kan je echt grote slagen maken. Maar wat er eigenlijk een beetje achter zit, maar goed, ik wil het niet persoonlijk maken vanavond, is dat ik eigenlijk vind dat de wethouder financiën Leo ten Haven, de beoogde wethouder financiën Leo ten Haven, op het ogenblik eigenlijk veel te veel middelen in zijn portefeuille
heeft. Hij zou gewoon financiën moeten hebben. En P&O zou ergens moeten zitten. Ergens anders moeten zitten. Het grondbedrijf zou ergens anders moeten zitten. En ook de nieuwbouw van het stadhuis zou ergens anders moeten zitten. Dus nog een andere wethouder erbij? Nee, dat had ondergebracht moeten worden bij een wethouder. Die dus, als het programma had, juist die middelen van deze organisatie op een fatsoenlijke manier te herinrichten. Oké, we zullen u blijven volgen. Dankjewel, Peter Collier. Als het goed is, dan krijg ik nu contact met Ruud van Harten van ChristenUnie SGP. Want hij had ook nogal wat kritiek op het gebeuren. Ruud van Harten van ChristenUnie SGP. Jij vond het vis nog vlees? Of vlees nog vis, hoe je dat dan zegt? Kijk, in het programma zelf staat dat ze eigenlijk doorgaan met hetgeen wat nu gebeurt. En er wordt heel veel naar voren geschoven om wellicht keuzes te gaan maken. En dan komt er eerst weer heel veel onderzoek naar van alles en nog wat. Eén ding is heel duidelijk en daar wordt wel een keuze op gemaakt. Dat ze gewoon doorgaan met de nieuwbouw van het stadhuis. Dat ligt er gewoon dik bovenop. En voor de rest wordt er eigenlijk geen nieuwe zaak op de rails gezet. Op dit moment zie je zeker niet. Er worden geen keuzes gemaakt. Maar zouden jullie als ChristenUnie SGP dan andere keuzes of wel keuzes maken? Ja, natuurlijk. Kijk, maar ik snap heel goed als je met meerdere partijen zit dat je zo nu en dan concessies moet doen. Dat snap ik. Maar als je dit programma leest, dan denk ik van ik zie totaal niks nieuws terug wat ik vanuit al die verkiezingsprogramma's lees. Nou, dan denk ik van ja, dat is een gemiste kans. Dat is echt een gemiste kans. En met name toch het feit, en ik zeg het nogmaals, het verhaal over het stadhuis. Ik begrijp er totaal niets van. Er staat gewoon, we gaan door zoals we bezig zijn geweest met het Glaspaleis. En dan moet de heer Ten Haven niet gaan zeggen van nee, een nieuw stadhuis. We gaan door met het ontwerp zoals het er ligt. Dat staat. Dus daar verandert eigenlijk niets aan? Er verandert totaal niets. Er verandert totaal niets. Goed, maar heb jij dan, wat even wordt iets in mijn oortje gezegd, maar dat ben ik nu alweer achter. Jij zegt dat stadhuis wordt voortgezet, maar er komt dan toch eerst weer een onderzoek naar het aantal ambtenaren? Ja, precies, maar alles in de goede volgorde. Wat er nu in het akkoord staat, is dat de ontwerpfase gewoon doorgaat. Nou, hoe weet je nou wat je moet ontwerpen als je niet weet hoeveel ambtenaren je krijgt? Onderzoek zou kunnen uitwijzen dat we 100 ambtenaren minder nodig hebben, of misschien wel 100 meer, ik weet het niet. Maar je weet dus nu niet hoe groot de formatie moet zijn. Dan kan je toch nu met droge ogen niet zeggen van we gaan lekker door met het ontwerp van het Glaspaleis zoals het er stond. Kijk, de heer Ten Haven probeert er een mooi verhaal van te maken van hoe komt u erbij. En ik citeer alleen maar uit het verkiezingsprogramma. We gaan door met het ontwerp. Nou, ik weet niet wat je moet ontwerpen. Als je ook nog een takendiscussie moet gaan houden over wat je wel of niet, of welke ambtenaren je wel of niet wenselijk of nodig acht. Goed, we wachten maar af hoe het verder zal lopen. Gaan jullie tegenstemmen? Waar tegen? Tegen? Tegen dat voorstel. Nou ja, kijk, het is nu nog geen voorstel. Het is een collegeprogramma. En ik kan een collegeprogramma alleen maar aanhoren enzovoort. Daar hoeven wij nu niet voor of tegen te stemmen. Maar ik heb wel mijn nodige kritiek nu op dit moment geuit. Oké, Ruud van Harten, ChristenUnie SGP, dankjewel. Ja, en ik vertel u nog eventjes hoe wij te werk gaan. Als er een schorsing is, dan komen hier aan tafel gemeenteraadsleden of anderen die het woord gevoerd hebben. En met hen praat ik dan even wat verder, omdat de discussies die in de raadzaal worden gevoerd vaak voor kijkers niet helemaal te volgen zijn. Ik kan me voorstellen dat u een vraag heeft, dat u zegt ja, daar snap ik nou echt helemaal niks van. Dan kunt u uw vraag indienen en dat kunt u doen per e-mail aan griffie@vlaardingen.nl. Dat komt bij de Griffie terecht, wordt doorgestuurd naar mij en ik zal dan bij de volgende raadsvergadering proberen iemand te vinden die dat verder kan uitleggen. Wij wachten op onze volgende gast en kijken met de camera even rond. Wij zijn nog steeds in de oude hal van het Vlaamse stadhuis waar het coalitieakkoord gepresenteerd wordt voor 2010 tot 2014. Iemand die daar nogal wat kritiek op had was Arnoud Hoekstra van de SP, de Socialistische Partij. En hij staat inmiddels naast me. Arnoud, dan moet ik even op papier kijken. Vlaardingen is in de uitverkoop. Wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Nou ja, er komt een discussie over de taken, een takendiscussie. Dus dat betekent dat we eens, nog eens even goed gaan kijken wat wij als gemeente allemaal doen. En dat is heel veel. Of dat wel allemaal nodig is. En het gevolg daarvan zal zijn, want we moeten gaan bezuinigen, dat er gewoon heel veel taken geschrapt gaan worden. En of op afstand worden gezet. Hè, dat je dat gewoon moet gaan inkopen of aan de markt wordt overgeleverd. Of dat het gewoon geschrapt wordt. Dus ja, al die diensten die normaal vanzelfsprekend zijn, die staan eigenlijk allemaal op de helling.
Maar dat betekent dan ook dat het voor burgers waarschijnlijk ook een hele nare zaak kan worden. Ja, en dat zijn met name de zwakkeren in de samenleving. Hè. De rijkste inwoners van Vlaardingen die kunnen prima wel hun eigen broek ophouden als dat nodig is. Er zijn gewoon heel veel mensen die zijn gewoon afhankelijk van bepaalde zaken zoals het Sociaal-Cultureel Fonds, bepaalde armoedebestrijdingsmaatregelen. Dus heel veel huishoudens zijn daarvan afhankelijk. Ja, en als dat dadelijk op de helling gaat, ja, dan moeten die mensen nog maar eens zien hoe een kind naar de sportvereniging kan. Er zijn er een hoop luisteraars en kijkers die zich dan afvragen in dat verband. Als je arm bent, word je op alle mogelijke manieren geholpen. Betekent dat dat iemand die meer inkomen heeft dan 120% van het minimum, dat dat een rijke burger is? Ja, ja, die gaan dadelijk ook minder betalen. Alleen lastenverzwaring. De gemeentelijke lasten zijn gekoppeld aan de WOZ-waarde van je woning. Dus het is natuurlijk hartstikke leuk als de belasting omlaag gaat. Dat vindt iemand die 120% van het sociaal minimum heeft. Die vindt het ook leuk als de belasting omhoog gaat of omlaag gaat. Maar die verlaging die is voor iemand met 120% van het sociaal minimum veel minder als iemand die een huis heeft van 6 ton en daar belasting over betaalt. Dus het zijn met name de rijkere Vlaardingers die daarbij gebaat zijn. En die niet gebruik maken of minder gebruik maken van die dienstverlening. En ja, die mensen die daar wel van gebruik maken, die hebben dus en een relatief mindere verlaging. En hebben daar veel minder diensten waar ze gebruik van kunnen maken. Nou, daar kan ik me wel bij voorstellen. Want die mensen hebben nu gratis openbaar vervoer. Die hebben allerlei steunonderwerpen voor hun leven. Dus koelkast als het nodig is enzovoort. Maar iemand die nou 130% verdient, dan, dat is dus volgens jou een rijke. Nee, dat is niet rijk. Kijk, uiteindelijk gaan we er allemaal op achteruit. Rijk en arm. Want ook zowel arme als rijke mensen vinden het fijn als we in Vlaardingen een buitenbad hebben. Nou, we dachten dat die er zou komen. Hè. We hebben als gemeente zijn we al een tijdje aan het sparen voor een nieuw buitenbad. Nou, dat buitenbad gaat er niet komen. Wat krijgen we wel? Een extra wethouder. Nou, wie heeft daar wat aan? Daar ben je dus niet mee eens. Nee, natuurlijk niet. Dat kost meer dan 500.000 de komende periode. Nou, daar kan je hele leuke en belangrijke dingen mee doen. Belangrijker dan uit partijpolitieke overwegingen iemand zijn zakken te gaan zitten vullen. Maar zie jij dan dat in dat hele plan 2010, 2014, dat daar zaken in staan die echt overbodig zijn? Behalve even met uitzondering van die wethouder. Nou ja, cameratoezicht wordt nu weer heroverwogen. We krijgen nu cameratoezicht aan de Westhavenkade, waarvan we al jaren zeggen dat is niet nodig. Onderzoek is gebleken, het is niet nodig. En er komt nu gewoon cameratoezicht. Weet je wat het kost als we al die camera's op moeten gaan afvragen? Vertel het eens. Dat kost kapitalen. Want je kan zo'n camerabeeld kan je niet zomaar over een ADSL-lijntje heen pompen zoals je dat thuis met je internetverbinding doet. Er moeten hele aparte kabels worden aangelegd vanaf de Westhavenkade naar de Witte de Witstraat in Rotterdam. Dat kost kapitalen. Daar kunnen we veel beter hele leuke dingen mee doen voor de stad, waar we allemaal wat aan hebben. En vooral de zwakkeren in de samenleving helpen die het keihard nodig hebben. Goed, dat begrijp ik. Dat is helemaal duidelijk. Je had het ook nog even over Nabloes. Dat is ook zullen veel luisteraars en kijkers niet weten waar we het over hebben. Maar misschien kun jij dat nog even uitleggen. Want dat is een stad in Palestina. Ja, historisch gezien hebben we een grote Palestijnse gemeenschap in Vlaardingen. Mensen die hier destijds naartoe zijn gekomen om bij de Romi te komen werken. Nou ja, die mensen die wonen hier nog steeds. En met vele generaties die daaruit volgen. Het idee was om die mensen te helpen, vooral de familieleden die daar nog wonen, met humanitaire hulp. Daar was raadsbrede steun voor. Een motie van de Partij van de Arbeid GroenLinks, SP, heeft ervoor gezorgd dat we dat gingen krijgen. Dat komt er nu niet. De Partij van de Arbeid en GroenLinks laten daarmee wel een beetje de Palestijnse bevolking in de steek. En dat is heel erg jammer en teleurstellend voornamelijk. Was dat dan dezelfde opzet als met Moravska Trebova? Nee, Moravska Trebova was niet zozeer ontwikkelingssamenwerking. Dat was meer cultureel, meer uitwisselen van kennis, van traditie, van cultuur. Was vooral leuk, was vooral jij zou het niet fijn vinden als ik dat zo zeg. Maar het was vooral een schoolreisje voor de gemeenteraad. Eén keer in de 4 jaar gingen ze met z'n allen met het vliegtuig op kosten van de belasting betalen daar naartoe. Om daar heerlijk van alles te eten en te drinken en vervolgens weer terug te vliegen. En kennis te maken met al die mensen daar natuurlijk. Ja, dat is hartstikke gezellig en dat moet je vooral doen, maar dan wel van je eigen geld. Maar wat we naar Bloes wouden gaan doen, is niet al die bobo's hier van het stadhuis daar naartoe sturen. Maar dingen waar ze wel wat aan hebben, hè? Ambulances, brandweerauto's, medicijnen. Daar hebben die mensen wat aan en niet aan een stel stropdassen hier van het achterlijke stadhuis. Nee, maar zo is natuurlijk ook dat Moravska Trebova begonnen. Hè?
Ook met een ambulance en een brandweerauto. Dat was toen nodig, nu niet meer. Dus dan moet je ook kijken van, nou ja, het gaat nu redelijk daar. Hè. Ze hebben dat niet meer zozeer nodig. Dan moet je daar ook een eind aan breiden. En dan moet je kijken, waar is dat meer nodig? En bijvoorbeeld in Abloes en op heel veel andere plekken in de samenleving. Dat is een stukje internationale solidariteit. Wij zijn, ook al zitten we in een crisis, nog steeds een rijk land. We hebben dingen over waarvan wij zeggen, het is afgedankt. En waar zijn andere delen van de wereld nog heel erg blij mee zijn. En waar we die mensen keihard mee kunnen helpen. Jij zei in de vergadering dat het onderwerp helemaal uit de stukken is verdwenen. Ga jij daar verder nog iets aan doen? Nou ja, kijk, het is lastig te doen omdat we vooral een rechtse meerderheid hebben. Die bestaat uit asociale en liberalen. En de Partij van de Arbeid en GroenLinks hebben zich met veel vreugde in ruil voor een wethouderszetel aangesloten bij de asociale en de liberalen. Dus ja, op die steun hoeven we ook niet te rekenen. We zitten nu met 10 man in de oppositie. Dus ja, we zullen doen wat we kunnen doen. Maar ik verwacht weinig meedenkendheid van het college als ik dat coalitieakkoord zo zie. Ik hoop het ze straks nog te kunnen vragen. Wij zien elkaar waarschijnlijk straks ook nog wel weer, maar ik weet niet voor de camera. Dankjewel, Arnoud Hoekstra. Graag gedaan. Wij wachten nog op Leo ten Haven, maar die is in bespreking. En dat kan ik me voorstellen aan alle opmerkingen die gemaakt zijn. Dus wij kijken nog even rond wat er verder gebeurt hier in de raadzaal en hier in de oude hal. Want daar is het ook erg gezellig op het ogenblik. Ja, u heeft het gelezen. Wij gaan weer wat interviews maken. En ik heb u aan het begin van de avond beloofd dat ik met Leo ten Haven zou gaan praten. De grote man achter het coalitieakkoord. Leo, welkom. Ik kan je nog niet feliciteren, want ik weet nog niet of je benoemd bent. Maar ik ben het wel eens met de SP dat je er keurig uitziet. Dankjewel. Leo, wat voor heel veel mensen niet duidelijk zal zijn, ondanks de discussie, is waarom er nu 5 in plaats van 3 wethouders komen. Kun jij het eens uitleggen? Nou, ik dacht dat met name Hans Versluis dat op een hele korte manier duidelijk heeft gemaakt. Wij vonden eigenlijk dat 4 wethouders het matje was. We hadden een bijna akkoord, zal ik het zo noemen. En toen heeft de PvdA gezegd, wij voelen ons in deze setting, deze samenstelling, niet helemaal senang. Waren daar niet helemaal blij mee. Toen is er een beetje gerommeld, hè? Er zou een extra raad. Zijn ze weggelopen of zo? Hè? Sorry? Zijn ze toen niet uit de vergadering gegaan? Nou ja, zich teruggetrokken. Ja, hebben ze gezegd, nou, zo kan het voor ons niet, mijn woorden. En wij zullen de raad informeren. Staan ze volledig vrij natuurlijk. Toen hebben wij een persbericht uitgegeven. Hebben we ook hier vanavond over van gedachten gewisseld. Hè, wat dat nou betekende. Toen hebben wij overleg gevoerd met andere partijen. Wij wilden gewoon 4, hoe heet het? 4 partijen hebben tenminste. Dat is niet gelukt. En vervolgens heeft iedereen een beroep op ons gedaan om te zorgen dat het dan toch een werkbaar college zou kunnen komen. En dat betekende dat wij ook GroenLinks hebben uitgenodigd om deel te nemen aan de besprekingen. Om te komen tot de vorming van een college zoals dat nu wordt voorgesteld. Waarom hebben we dat nu gedaan? Omdat de problemen in Vlaardingen erg groot zijn en het best handig is, laat ik het zo zeggen, als je dan een behoorlijk draagvlak in de raad hebt. En als je elkaar kan vinden op een programma, maakt 1 zo'n poppetje op zich niet zoveel uit. Want daar scoor je voor de stad als Vlaardingen goed mee. Je krijgt een wat rustiger bestuur die elkaar niet de tent uit hoeft te vechten. Of bij het minste geringste in problemen komt. Nee, je kan een consistent beleid gaan voeren. Dat zal hard nodig zijn, want er liggen een aantal grote problemen in Vlaardingen. Maar als je nou zo moet bezuinigen, waarom komt er dan wel een nieuw stadhuis? Ja, maar daarover is vanavond voldoende gewisseld. Wij gaan ervan uit dat de takendiscussie zal leiden tot minder personeel. In het programma wat we gezamenlijk hebben, staat dat dat leidt tot een platte en smalle organisatie. Iedereen weet in Nederland wat dat betekent. Minder personeelsleden. Dat betekent dat er naar alle waarschijnlijkheid minder bouwvolume nodig zal zijn. En alleen om die reden, vanavond heb ik maar weer eens een keer het woord glaspaleis gebruikt. Alleen al om die reden komt er natuurlijk niet zo'n groot nieuw stadhuis. En zullen uiterst zorgzaam met de centen omgaan om een goede huisvesting, want die is wel nodig. Daar is vriend en vijand ook over eens. Voor de
ambtenaren die dan in Vlaardingen werken. Dat is noodzakelijk, zo'n goede huisvesting. Daar gaat de discussie niet over. Het ging over zo'n groot, duur stadhuis tijdens de verkiezingsavond. Ja, en dat is dus nu, dat komt misschien nog wel in de vorm van een kleine paleis, zou we het zo maar noemen. Nou, een paleisje misschien dan. Een paleisje. Dat zitten we dus. Paleisjes gelden voor iedereen. Maar je, de toevoeging je en paleisje is juist. Een ander paleis wat een buitengebied zou krijgen is het zwembad. En heel veel Vlaardingers hebben zich daarop verheugd dat er nu dat bij dat, bad ook een buitenbad zou komen. En dat gaat dus nu niet door. Dan moeten die mensen naar de Krabbenplas, maar die Krabbenplas is onveilig. Maar waarom is dat dan van de baan gegaan? Nou, omdat het alternatief was, als wij de Krabbenplas blauwalig vrij krijgen en wij denken dat dat kan, en ook anderen, de totale boven de coalitie, denkt dat dat kan. Dat hebben we bestudeerd, hebben we stukken voor gekregen, hebben we met elkaar over gesproken. Als je dat doet, ontstaat er natuurlijk een van de mooiste buitenzwembadvoorzieningen van Nederland. Dat betekent voor ons dat het schoon water moet zijn, geen blauwalg meer. Dat er wat voorzieningen bij moeten komen en dat de bewaking gerealiseerd wordt. Ja, want dat is een heel groot probleem ook, die bewaking daar. Hè? Want mensen vinden het vaak onveilig om daar met hun kinderen naartoe te gaan. Ja, dat gebeurt. Maar het voorziet nu al in een gigantisch grote behoefte. Mensen maken er op ruime schaal gebruik van. En ik zeg altijd, ga maar eens kijken op een mooie zonnige dag wat er gebeurt aan de Krabbenplas. Als je erin kan, hè, in het water. Het is al erg gezellig daar. Ja, het is erg gezellig. En er moet wat aan het toezicht dan gebeuren. En er moeten wat extra voorzieningen bij komen. Ik denk aan glijbanen en al wat die meer zijn. Goed, dus dat gaat daar geconcentreerd worden. Is dat dan op korte termijn te verwezenlijken? Wij zullen natuurlijk met het waterschap en de regio, het recreatieschap moeten overleggen hoe we dat binnen de kortste keren zo snel mogelijk kunnen realiseren. Ik heb dat hele boekje door zitten lezen. En wat mij opviel was dat, en het is ook hier vanavond even genoemd, Moravská Třebová is een partnerstad, maar dat moet een vriendschapsstad worden. Ik heb niet begrepen wat daarmee bedoeld wordt. Nou, er staat dat het gemeentebestuur, wat nu een vorm van een stedenband heeft, gaat zich terugtrekken uit de bestuurlijke contacten en vindt dat de activiteiten van diverse organisaties in Vlaardingen die richting uit bestaan, dat kan gewoon voort blijven bestaan. Dat moeten die mensen ook vooral doen, die uitwisselingsprogramma's met dat soort landen, maar niet meer georganiseerd door de gemeente. Betekent dat daar dan de gemeente helemaal geen invloed meer op krijgt? De gemeente is nu de trekker en de gemeente zal volger worden. Mensen die dat waarderen en op prijs stellen, die het daar nu ook aan meewerken, kunnen dat in alle vrijheid uiteraard blijven doen. Ik heb uit het stuk wat eenvoudige vragen gehaald, omdat in de discussie in de raadzaal het vaak voor kijkers en luisteraars niet helemaal te volgen is. Dus misschien noem je mij dan ook een domo straks, maar goed, dat doet er dan. Een domo, zei ik. Het is zo, Leo, in het stuk staat dat jullie ook iets willen gaan doen aan schoolverzuim en het bereiken van diploma's om verder te kunnen. Maar daar wordt toch al veel aan gedaan of moet dat verbeterd worden? Daar waar het kan moet het verbeterd worden en er wordt ook veel aan gedaan. En dat staat er om aan te geven dat wij dat belangrijk vinden. En als voorbeeld daarop niet zullen korten, dat mogen duidelijk zijn. Wij vinden dat uiterst belangrijk dat mensen de school verlaten met een kwalificatie. Zo uit de startkwalificatie. Daar gebeurt nu al veel aan en wij willen dat blijven doen. En dat is gewoon bestuurlijke inzet. We hebben leerplichtambtenaren, er wordt samengewerkt met de schoolbesturen en de scholen. En dat gaat vooralsnog op een uitstekende manier. En dat willen we waar nodig, als dat nodig is, verstevigen en zeker handhaven. Een laatste punt, eigenlijk het voorlaatste punt. Er werd gesproken door het AOV over dat er weinig voor ouderen wordt gedaan. Dan heb ik zelf gevonden dat de sportterreinen in de stad meer gebruikt zullen moeten gaan worden. Voor scholen, voor jongeren. Is dat ook voor ouderen het geval? Wordt daar dan voor ouderen, net als voor de jongeren, een actie ontketend waardoor mensen mee gaan doen?
Op zich is dat een idee. We zullen het ergens over nadenken. Punt is, ouderen zijn niet genoemd. Heb ik gezegd, luister, we hebben één uitzondering gemaakt voor doelgroepen. Dat zijn jongeren. Dat vind je, hebben we het er net ook over gehad. Hè? Dat spijbelen en dan die hangplekken. Maar met name vanuit de openbaar ordecomponent. En voor de rest noemen wij geen doelgroepen. We vinden wel dat het ouderenbeleid wat in Vlaardingen gevolgd wordt. Dat staat ook in een antwoord. Wordt natuurlijk gewoon gehandhaafd en uitgevoerd. En met name in het kader van, dat mogen duidelijk zijn, van de WMO. Wij vinden ouderen dus, in mijn verkiezingsprogramma staat het ook, gewoon volwaardige burgers die deelnemen aan de samenleving. En 80-90% van de bejaarden is niks mee aan de hand. En die doen dat ook gewoon. Die zijn alleen wat ouder. Goed, dat tot zover. Een laatste vraag, misschien niet zo'n leuke vraag, maar we zijn nu voor VV 2000 Leefbaar Vlaardingen toch bij deze onderhandelingen heel wat concessies gedaan. Is dat nou tegenover je achterban allemaal te verdedigen? Concessie dan? Nou, dat nieuwe stadhuis waar dan op termijn toch aan gewerkt wordt, terwijl jij toen gezegd hebt dat gaat niet door. Op termijn wordt gewerkt aan een nieuw stadhuis. Hoe dat eruit gaat zien, ik weet het niet. Dat het kleiner zal zijn dan het beoogde stadhuis, mogen duidelijk zijn. Omdat we inkrimpen op de formatieomvang. Dat is één. Dus geen verlies, is een verbetering. Ten opzichte van wat er stond. Is eigenlijk rechtstreeks af te leiden uit ons eigen verkiezingsprogramma. Dus niet te zeggen, joh, ik heb toch gelijk. Nee, dat kan je gewoon lezen. Dat staat er. Andere punten over de binnenstad. Over het parkeren. Over de camera's. Ik raad je aan ons verkiezingsprogramma te lezen. En dat is gewoon te leggen naast het coalitieakkoord. En dan kom je tot verbluffende overeenkomsten. Ik ga dat zeker doen. Leo ten Haven, ik kan je nog niet feliciteren. Maar dat doen we straks wel. Dank voor het gesprek. En wij krijgen straks weer de bekendmaking van de stemming. Of alle kandidaten ook als wethouder gekozen worden. Daar wachten we op. Dus we gaan terug naar de raadzaal. Want daar zal het langzamerhand wel weer gaan vollopen. Ik ga afscheid van u nemen. En even kijken wat er gebeurt. Nou, dat is niks. Iemand leidt mij af, maar dat heb je in zo'n drukke toestand. Ik neem afscheid van u. Ik wens u een prettige avond verder. De volgende keer zijn we weer. Morgen Koninginnedag. Op Omroep Vlaardingen kunt u dat ook weer volgen. Dit is Jan van Leeuwen voor Vlaardingen TV. Tot de volgende keer.